De familie Botervloot woont in een prachtig groot huis. Ze lijken alles goed voor elkaar te hebben, met een lange oprijlaan en een zwembad. Maar de vraag is, voor hoe lang? Robin, zo. Wat is het gaan doen, hè, jongens? Maar dat had je toch echt nooit verwacht of zo? En die schoenen ook niet passen. Ja, echt. Ach jongens, wat doen jullie nou weer? Belastingbrieven. Jongens, kom er maar even bij. Papa heeft volgens mij wat uit te leggen. Pieter? Wat is dit? Dat is van vorig jaar. Ik bedoel, dat is al afbetaald. En daar hoeven we niks meer mee te doen, hoor. Ja. Zorg maar dat je het regelt. Alsof de schulden van vader nog niet genoeg zijn, krijgen de kinderen de volgende dag op school ook slecht nieuws te horen. Oh wacht, jullie moeten nog even mee naar de schooldirecteur. Jongens, jullie moeten nog wel eventjes blijven. Wat dan? Hey jongens, goed dat jullie er zijn. Ja, ik heb eigenlijk niet zo'n hele leuke mededeling. Ja, jullie ouders die hebben een tijdje geen schoolgeld betaald. Ik ben echt heel erg bang dat ik jullie niet moet laten schorsen. Het spijt me echt ontzettend. Ik hoop dat jullie misschien snel terugkomen en dat jullie ouders dan wel schoolgeld betalen. De volgende dag zit de hele familie Botervloot thuis, zonder werk en zonder school. Het lijkt niet veel erger te kunnen worden, maar dan gaat de bel. Ja, ik ga wel. Ja, wat een goedemiddag. Goedemiddag, ga je ouders ook? Ja, pap, mam. Goedendag, Gier. Tax. Wij leggen beslag op uw huis en al uw waardevolle bezittingen. Waarom? Wij hebben hier nog een aantal onbetaalde rekeningen. Zoals u ziet, nogal veel. En daarom moeten wij u mededelen dat u nu per direct uw huis moet verlaten. Indien u het er niet mee eens bent, kunt u altijd bezwaar aanleggen via dit postadres. Nog een fijne dag verder. Tot ziens! En zo komt de familie zomaar op straat te staan. Ja jongens, ik weet dat het koud is. Ik ga morgen weer naar de voedselbank. Maar ik heb het heel koud. Hebben we echt niks meer? Nee, sorry meid. Ongelooflijk dat door jouw leugens de kinderen hieronder moeten lijden. Sorry hoor, maar ik heb alles gedaan wat jij er niet aan begrijpt. En ik heb morgen een sollicitatiegesprek. Ja hoor, dat is zeker weer een van je leugens. Je bent echt zo slecht van vertrouwen. Wat? Ik slecht van vertrouwen? Hoewel je hier gaan uitstappen, joh. Ik ga gewoon weg. Jij hebt ons dit aangedaan. En dan wil je zeker van me scheiden. Misschien wil ik dat wel. Zoek het maar lekker uit. Jongens, ze gaan misschien scheiden. Dat wil ik niet. Ja, kunnen we niet gewoon een soort diner voor twee regelen of zo? Dan kunnen ze weer een beetje normaal doen. Ja, dat is een goed idee, maar ja, hoe komen we aan geld? Ik weet dat. We kunnen langs de deur om plastic flessen op te halen. Dat is zo'n goed idee. Kom op, we beginnen meteen. Dan kun je daar bij mijn collega. Wow, dat zijn veel lege flessen. Ik loop wel even met jullie mee. Doei. Fijne dag. Maar hoeveel hebben we eigenlijk opgehaald? 12 euro. Dat is echt maar heel weinig. We kunnen er misschien een simpel diner van maken. Hey, hoe is het? Ja, gaat wel.
Nee, we hebben betere tijden gekend. We leven nu in een tentje, we moesten ons huis uit. Ja, daar wouden we het even met jullie over hebben. Ja, we hebben gehoord van jullie actie. Hè? Hoe dan? Er kwam iemand langs bij mijn oma om lege flessen op te halen. Toen vertelden jullie over het diner van twee wat jullie gingen organiseren. En ja, en dat verhaal hebben we gepost op Facebook, Instagram en Snapchat. Oh, echt? Wat vet. En we hebben ook met onze lege flessen een bedrag opgehaald. En niet zomaar een bedrag. 480 euro. 480 euro? Vet. Vet. Super bedankt. Passing. Nou, wij laten jullie even alleen. We zien jullie straks. De telefoon. Vind je het ergens even op? Hallo? Met Chantal van den Broek. Wie was dat? Haal de kinderen even. Ik moet jullie wat vertellen. We zitten hier net, maar oké. Ja, kinderen! Ja? Ja. Wat is er? Ja, wat is er? Ik werd toen net gebeld. Ik heb de baan. Ik heb de baan. Met vaders nieuwe werk heeft de familie weer een echt dak boven hun hoofd. En de kinderen, die waren nog nooit zo blij dat ze weer naar school mochten.